Gaat deze cryptocurrency in de maand september gigantisch door het dak? Dat is wat wij in deze video gaan bespreken. Yes, welkom weer bij een nieuwe video. Mijn naam is Oude Kamp en we gaan het vandaag hebben over de meme games. Je hebt meer de afgelopen periode wellicht vaker over horen praten. En nu is het tijd voor een complete ontleding. En dus wellicht ook dat ik deze ga aanschaffen. Maar daarvoor gaan we eerst even de diepte induiken. Of het interessant genoeg is of niet. Ben jij benieuwd naar deze? Misschien wel verborgen. Jam, blijf er vooral zitten. Duimpje wordt altijd geen financieel advies gebaseerd op mijn mening. Gebaseerd op dat ik hem misschien wel of juist niet wil kopen. En doe ermee wat je zelf wil. Alright, gaan we lekker beginnen. Yes, daar is hij dan, de Meme Games. En voordat we de diepte induiken, wil ik je eerst even het een en ander meegeven. Namelijk, de Meme Games van de website ziet er supergoed uit. Maar wat is het nou precies? Nou, allereerst, de Olympische Spelen in Parijs zijn officieel geopend. En ondanks de tegenslag op het spoor, vooral de afgelopen Bitcoin Crash, is de crypto wereld in vuur en vlam. Terwijl Solana gebaseerde Meme Coins Olympics een mooie stijging van 34% liet zien is er één token die de aandacht kreeg en dat is de meme games en zo staat hier ook op crypto nieuws terwijl elke token die vandaag zware verliezen leidt heeft een nieuwe pre-sale met de Olympische Spelen thema stilletjes een indrukwekkende 338.000 dollar opgehaald maar ze staan inmiddels al veel hoger ze staan inmiddels al op een 346.000 dollar je hebt ondanks deze gigantische crash is het super interessant maar vooral waarom is het interessant? In ieder geval wie nu de MGMES, oftewel de Meme Games token koopt kan zijn favoriete meme coin Avatar kiezen uit Deutsche Coin, Pepe, Dogwifhat, Brad en Turbo en zien hoe ze racen voor een kans 1 op de 5 om een bonus van 25% te claimen op de eerste aankoop. Ja, wat dat dus wil zeggen is wanneer jij dus de Meme Games aanschaft kan je gelijk een, uh, uh, kan je een avatar kiezen? En kan je dus uiteindelijk ook nog eens 25 bonus krijgen? Dat is even wat ik snel uit dit artikel haal. Zo staat er ook: crypto en techmedia uiten zich namelijk steeds enthousiaster over het potentieel van de meme games. Coinspeaker, Watch a Guru, Crypto Potato, The Tech Report en Read Write zijn maar een paar voorbeelden van de media verslagen. Maar ook het YouTube kanaal van Crypto Games moedigt haar 135.000 subscribers aan om ook vroeg in de meme games te stappen. Nou ja, en ik heb in een andere video, ik kon een artikel nergens meer vinden. Ja, dan had ik dieper moeten graven, had ik hem wel kunnen vinden. Maar dan zagen we echt gewoon meerdere YouTube kanalen van 100k plus. We gaan zo wel eventjes naar YouTube om te kijken waar we die kunnen vinden. Maar die die spreken over deze meme coin, en ook hier staat: sluit je aan bij online 18.000 volgers op de Meme Games Twitter-account om het laatste nieuws mee te krijgen. Goed, we hebben natuurlijk de heftige correcties gehad, en juist als het hier nu begint te bodemen, omdat het nog ja, zeker weten: twee kanten op kan op dit punt. En uh, september, en oktober, november gaan wel bullish worden. Kan het heel interessant uitspelen voor de Meme Games. Natuurlijk weten we ook dat uh, het wel een gevaar met zich mee kan brengen. En het gevaar zou kunnen zijn wanneer de Olympische Spelen bijvoorbeeld klaar is. Ja, dat we uh, ja, misschien dan daarna hetzelfde nieuws gaan krijgen. Maar goed, dat is even terzijde. Dat is enkel even gebaseerd op mijn mening. Goed, zo wordt hier ook aangegeven: de volgende 100 keer crypto pre-sale vraagteken is het dan ook bij dit het geval. In ieder geval gebruikers kunnen inzetten op hun favoriet en zo nog meer van de native ERC20-token. Dit is dus een ERC20-token. Nou, dat is goed om te weten. Laten we nu lekker eventjes verder gaan naar de website. En in ieder geval, dit zijn de avatars. Je kan dus kiezen uit. Deze prachtige Pepe. Je kan kiezen uit Deutsch. Je kan kiezen uit Brad, Turbo en With. Ja, en ik vind het er, to be honest, heel erg positief en goed uitzien. Als we dan ook eventjes kijken naar de roadmap. Dan nou, kijk hier zie je de figuur ook. Dus Pepe. Zo ziet Pepe eruit. Is dus Deutsch. Kijk als je er ook op klikt, wordt het gewoon helder. Ziet er heel nice uit. Je hebt Brad, je hebt Turbo. <laughs> Turbo Italia. En je hebt natuurlijk With, uh, die uh, de UK vertegenwoordigt. Geen Nederlanders tussen. Ik zie alleen maar Frankrijk, USA, Duitsland, uh, Italië en de United Kingdom. Goed, maar wat is het? Hoe je kunt deelnemen aan de meme-games? Speel om te winnen. Oftewel, koop de meme-game-tokens om mee te doen aan de co competitie. Selecteer de meme-atleet waarmee je wil spelen. Stap 3: kijk en win. Als je atleet zijn meme-games. Evenement wint, verdien, verdien je een bonus van 25% op je token aankoop. Speel zo vaak als je wilt en vergroot je winkansen. Nou, hoe kan je deze dan nou kopen? Ik vind het concept echt super nice. Hoe kan je nou in godsnaam zoiets bedenken? Ik vind het echt, ja, ik vind het nice. In ieder geval, hoe kan je meme games kopen? Dat kan met ad, BNB, USDT of een debitcard. card dat ik even snel uh, ervan uitga, ga is het dan ERC20 ja het is ERC20 maakt niet uit want de gas fees zijn nu laag gelukkig maar um, normaal uh, een paar maanden terug waren de gas fees gigantisch hoog nu zet de gas fee vaak nog maar op 1 dollar dus nu kan het best wel weer interessant zijn ook om kleine priestels mee te doen dus dat is sowieso heel erg nice de meme games verbaasde veldatleet Deutsch met zijn erfelijke uithoudingsvermogen en kracht en springt op een goede dag nog sneller uit de startblokken dan Solana goed uh, hier een klein stukje van de tokenomics, de token samenvatting ook wel genoemd: pre-sale gaat 38% heen. 38% is pre-sale, is dus best en dan ook best wel een flink bedrag. Een staking houden ze 10% voor gereserveerd. Geld van het project laten ze, dat is dan voor de, voor de team-project, ze 17%,7% inzitten. Liquiditeit 10%, marketing 15%. Zo zie je eigenlijk dat er best wel eigenlijk bijna alleen maar alles uit de pre-sale te halen valt ja en uiteindelijk kan je natuurlijk ook nog eens dus uh, als je iets aanschaft dus extra winnen en dat valt misschien onder marketing als ik het uh, zo moet bekijken maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen in ieder geval de para meme games komt dan ook gelijk die komt namelijk 28 augustus tot 8 september ja, en dat zou dus ook weer een flink positief effect op, uh, op alles kunnen zijn. Ook op nog meer hype, et cetera, et cetera. Goed, omdat, je, omdat we zien dat er zoveel aan marketing uit wordt gegeven. En omdat we zien dat er zoveel hype is om dit, omtrent dit project. En natuurlijk op het moment van nu is. Um, zou ik wel durven zeggen dat ik het niet zou holden voor een lange termijn? Maar voor een snelle flip, ook als de koersen positief kunnen uitpakken, zou het nog wel eens heel erg interessant kunnen zijn. Uh, de meme games, laten we even kijken. De meme games, ik ben dan ook even gaan kijken op YouTube. De meme games, uh, kijken hoeveel artikelen hierover geplaatst zijn. Laten we even kijken. Uh, doen we video's en dan uiteraard filter en dan doen wij vooral aantal weergaven. Dat vind ik interessant. Zo is Nabil Kastan uh, 4,6 weergave. Zo is Crypto Games 2,2 weergave. En zo is uh, CryptoDaro is 1,2 weergave. Op zich valt het qua weergave nog wel mee. Vooral als je ziet hoe groot deze kanalen zijn. Want zo is bijvoorbeeld Crypto Games. Ja, is dus 130.000 volgers. En Nabil Kastan. Die komt wel uit een ander land, uiteraard. En waar ze misschien zelfs van uh, memecoins houden. I don't know, hè. ik weet die hele cultuur niet. Maar deze heeft 110.000 abonnees. Uh, ja, dat is positief. Uh, de vraag is alleen, ja, hoe vaak wordt hier geanticipeerd? Dat durf ik niet te zeggen. Dus ik wil je wel meegeven dat dit project zeker een risico is. Natuurlijk, net als alle andere memecoins. Alle memecoins zijn gewoon risicovol. Maar dan wil ik je er gelijk bij vertellen: het zou zomaar eens kunnen zijn dat de volgende run weer geleid, en dan weer geleid gaat worden door de memecoins. Meme en op het moment dat deze dus gelist gaat worden, en dat vind ik overigens heel interessant. We zien hier staan: Meme Games wordt gelanceerd op DEX op 10 september. De lanceringsdatum is dus al zelfs bekend. En zo. Koop nu en maak kans op een bonus van 25%. Nou, ik vind het al vooral interessant dat er dus inderdaad uh, nu al een lanceringsdatum is op de DEX. Dat geeft ook gewoon een, een uitzicht naar de horizon als het ware. Dat moet ook wel natuurlijk. Want ja, straks zitten de Olympische Spelen afgelopen. Dat wil je niet. Maar ik, voor nu vind ik het gewoon heel erg positief. En ik ga... In ieder geval deze met een klein bedrag meedoen. Ook gezien natuurlijk de ERC20 gas fees nu laag zijn. Goed, en dan ga ik dan nu deze ook aanschaffen voor een bedrag van maar 200 dollar. Ja, je kan ervoor kiezen om zelf meer te doen, uiteraard. Ik voel me comfortabel bij 200 dollar. Het zal een snelle, hopelijk snelle positieve flip worden. Maar voor mij is het zeker wel een go gezien de marketing, gezien de hype, gezien de Olympische Spelen. En ja, het is voor mij geen lange termijn uh, uh, coin. Dat niet, geef je gelijk aan. Ik ga hem gewoon flippen. Of het doel hiervan is om te flippen. En uh, ja, dat is hoe ik hier mee aan de slag ga. Goed, ik verbind mijn wallet. Ik ga hem lekker aanschaffen. En mocht je vragen hebben of wil jij deze ook aanschaffen, wil ik je nogmaals benadrukken. Er gaan weer heel veel nep websites in omloop. Als je de juiste link wilt, hieronder in op beschrijving staat die. Of ga naar mgamestoken.com, moet ik je ook benadrukken. De rest is fake makkelijkste is gewoon hieronder op de omschrijving klikken. En yeah, ja, that's it. Alright, dankjewel voor de intro. Bye bye.